Kikkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het kleine live event spelen. Ik heb het al een keer eerder opgenomen, maar toen gebeurde er niks. Het is nu al 7 uur en we gaan waarschijnlijk zo beginnen. Maar we hebben ook een tactiek. Oké, jongens, we gaan nu... verkeerde knopje. We gaan nu ready. En we spelen met Myron, die mij ook... niet deze, maar... dit dansje heeft gegift. En we hebben ook een tactiek en die leg ik zo uit. Maar onze tactiek wordt dus... kijk trouwens deze leuke loading screen. Ik ga wapens halen bij een brug. En Myron gaat mats vormen. Bij een... op een berg. En het berg is... heb je echt een mooi uitzicht op het event, denken wij. Je kan in ieder geval goed de breuk in de grond zien. Maar ik hoop dat het lukt. Dat het event doorgaat. Maar dat is dus onze tactiek. Dus dat wordt wel een goede tactiek, hopelijk. Zo, we zitten nu in de Battle Pass. En we gaan hier... volgens mij hier wordt het event. En wij gaan op... of was het echt anders? Oh, bij de Rode Markt is het event. Nee, daar ook niet. Is daar het event? Nee, toch? Wacht, ik ga even zoeken... naar, oh ja, daar, bij de Blauwe Mark. En hier gaan wij landen dus. En kijk, daar zie je al die breuk. Ik zie nog niet echt andere mensen of zo. Ja, ik land onder de brug om wapens te halen. En Myron vormt met. Nou, er is weer een leak van Fortnite. Dat, oké, er hebben nog anderhalve minuut. Dat als je bij de hand doet, dat... die damage shoot, dus dat is ook wel weer een reden waarom het misschien wel echt gaat starten. Ik ga nu ook nog even wat mats vormen, zodat we goed een base kunnen bouwen. Ja, ik kom al. Ik heb nog een SMG voor je. Ik heb 2 wapens weer. Zo, ik heb even wat mats gevormd. Zo, kijk, dit is al wel een mooie base. Kijk, en dit is wat we precies in mijn vorige video, die komt niet online, maar hadden we ook een base. En toen ging dit door, hier. En, maar toen zaten wij ook hier dus, en hopen dat het nu wel gebeurt. Het is nu 7:58, dus het start zo. 7:57, want om 7 uur zouden we nu starten. Maar ik hoop echt dat het nu wel is gebeurd. Jongens, kijk even deze prachtige backplint die Myron heeft. Is toch prachtig. Een visje, babyvisje met wapens. Echt prachtig. Trouwens, ik heb ook mijn eerste superstel, dus dat is wel fijn. Van de derde pagina. En nog 1 minuut, hoor ik nu. Als het nu niet begint, gaan we met deze shockwaves Myron weg shockwaven. Daar wordt ook een base gebouwd, dus die mensen willen ook. Maar ik hoop nu echt dat er iets gebeurt. Het is nu 7 uur, dus er zou iets moeten gebeuren. Maar er gebeurt nog niks, maar... het kan nog. Er gebeurt bij mij niks. Gebeurt er nou echt weer niks? Waarom? Zijn er mensen live die je volgt? Wat gebeurt er bij de lives? Wij zijn lives aan het checken om te kijken of daar wel iets gebeurt. Gebeurt er echt niks bij de... gebeurt er ook iets? Niks bij de lives. Onze... ah, we worden beschoten. Nee, het was weer niks. Ja. Jongens, er is weer niks gebeurd. Ik ga het nog 1 keer proberen om 8 uur. Maar als er dan niks gebeurt, dan is er niks, helaas. Ja.
dat je dan echt ver jumpt. Kijk, jongens. Hij heeft niet opgenomen, maar er is iets grappigs. Heb je... Ligt die crashpad daar nog? Ja, kijk. Als je het zo doet. Je loopt... Nee, je kan niet sprinten en hij gaat net lek. Maar dan heb je nog crashpad. Jongens, we gaan iets leuks doen. We gaan een soort glitch en het is echt leuk. Kijk, Marl doet het al en ik ga het ook doen. Ah, mislukt en mijn Flowberry ding is nu al weg. Hij wil niet. Nog een keer proberen. Even sprinten, snel, 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 snel. Zo. Boem. Hij werkt niet. Hij werkt niet. Hij is al weg. De crashpad deed het niet ofzo. Nou, achter is er nog een kans en anders gaat het niet door helaas. We zijn weer terug. Het is bijna een uur verder. En we gaan nu proberen om te kijken of het event er nu wel is. Nou, we gaan nu ready en dan gaan we kijken of die hopelijk het nu wel doet. Nou, gewoon weer hetzelfde tactiek wat we gaan doen. Ik wapens halen, maar om match farmen en zo. Nog een goede 5 minuten en dan zou het event moeten starten. We hebben wel kroontje, dus heel misschien dat we ook nog een potje kunnen winnen. Hier is het event. Dus misschien dat we ook nog wel een potje winnen. Het zou leuk zijn als het event dan niet doorgaat, dat we ons nog een potje misschien kunnen winnen. Ik ga even heel snel bij het treinstation looten om te kijken of ik dan nog een wapen voor Myron kan vinden. Want hij heeft nog geen wapen. En ja, we willen wel graag een wapen. Ik ga niet de bot inhuren, want die gaat sowieso verpesten. En er staan hier ook auto's, dus dan kan ik snel terug. Even pickaxe. Zo. Een kist hierboven. Hoe lang nog? Michael, hoe lang nog? Oké, we hebben nog 3 minuten. Ik ga even snel. Zo. Dan rijden we terug. Oh, trein. Oh, joh. Oh, kijk, daar wordt ook alweer gebouwd. Laatste bouwen. Ja, dus wacht, ik bouw het hier wel even dicht. Want... Zo. Dit is wel... Marlon is naar beneden gevallen, maar hoe lang nog? Daar wordt gebouwd. Ik denk dat er nog wel meerdere plekken mensen zijn, maar... Kijk, daar gaan ze pushen! Marlon, moest je trouwens wapen? Hier. Kijk, ik zag daar mensen naar die base gaan, hè. Oké. Twee minuutjes. Ik heb ook een turret. Nee, niet doen. Dan komen ze hier op af. Niet hitten. Nog 1 minuut. Nicky Dirty gelooft gewoon dat het gebeurt. Hoor ik op jouw scherm. Hoor ik bij Marlon.
Ik ook. Oh, laatste. Laatste, laatste, laat. Laatste, jongen. Laatste, jongen. Kijk, daar wordt nu ook gebouwd en geschoten. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Jij kan zien. Beter start het. De stormcirkel is ook afgelopen. Ja! Dat is pech. Live event weg. Als het liefste. Wat? Echt. Is er alweer iets geweest? Ja, het is alweer 8 uur. Ja, maar dan is hij ergens 's nachts of zo, of als ik op school zit. Het is echt weer niks. Maar we gaan nog even proberen dit potje te winnen. Lekker. Kijk die lucht. Daar wil het groen. Ik zou het echt jammer vinden als ik morgen. Ik zou het echt jammer vinden als er morgen een potje Fortnite. En dan dat ik die hand zie. Ja, 3 uur uitgesteld. Nee, die is al wel gepakt. En we moeten ook naar de cirkel. Kijk, mijn auto is dat er nog. Tuurlijk, we worden alweer gesnapt. Wat doe je? Waarom ga je hier langs? Nu zijn we zijn dood. Wij zijn wel dood. Wij zijn wel dood. Nog. Maar hier staat meestal auto. Als die niet gepakt is. Schild. Ik heb schild. Wat? Weer een gouden pistool uit normale kist. Ik kom naar jou toe, want als hier een auto nog staat of een dirtbike. Ik kan gewoon snel naar jou toe komen. Maar hier staat geen auto en geen dirtbike. Ja. Ik kom je denk ik even ophalen. Ik moet echt even snel levels halen. Even denken, 13 keer nog level up. Ik kan hier misschien een auto pakken bij tankstation. Ja, hier is dat auto. Helemaal oké. Okay. Ook een kistje nog, want ik heb alleen een pistool. Een shotgun. Ik hoor auto. Kom, stop.
Nou, dat komt omdat iedereen naar dat die event. Ik heb een shotgun. Hier zijn echt ook allemaal schoten. Ik moet hier iets voor een opdracht, maar daar zijn momenteel wel fights volgens mij. Blauwe shot. Daar loopt die bos waar mijn opdracht is. Dus we gaan dit potje nog wel even proberen te winnen. Nee, niet doen. Ja, maar ik heb geen. Bos heeft ook één bot. Wat doe jij maar? Ik hoop wel voor dat we winnen. 11 mensen nog, hè? Oh, voetstapjes. Doorrijden. Doorrijden. Stap in. Stap in, voetstapjes. Tuurlijk. Kan toch niet? Lekker weg. Waarom geef je ook meteen alle boost? Ja. Stomme camera. Niet ook opmaken. Nee, niet, die is echt goed. Ik ben daar echt vaak naartoe geweest. Hij kelde me echt vaak. Ja, we gaan op het dak. Jongens, we gaan op het dak. Dat is volgens mij. Niet. Op hier loopt mijn bot, zeg maar. Diegene die ik ben. Dus ik zou het heel leuk vinden als ze mij gewoon aanzien. Maar dat event gaat niet meer gebeuren vandaag. Als dat vandaag gaat gebeuren. Nee. Gelukkig. Als er morgen een hand, als ik na school thuis kom en ik speel Fortnite. En als er dan een hand zit, dan zou ik echt jammer vinden. Ik wil echt gaan. Ik ben bij vanaf nu elk seizoen. Ja, bij elk seizoen. Als er een live event was, was ik erbij sinds ik Fortnite speel. En dat zou wel jammer zijn als. Voetstap.
Ja, Godzilla zegt zo dat het allemaal gaat komen en zo. Maar het gaat over de Griekse mythologie. Het nieuwe seizoen gaat over de Griekse mythologie. Oh, zit als we hier zitten, zit we echt net goed. Voor een cirkel. Ik hoor het ook. Die pot. Dat is gewoon, dat ben ik eigenlijk, hè. Hier, we kunnen ook op de zolder campen. Ja. Maar ik zie wel de hele tijd voetstapjes, maar dat is volgens mij zo'n bos. Ja, ik wil crownwind halen. Hoeveel crownwinds heb jij? Hoeveel crownwinds heb jij? Ik ga even kijken. Kijk jongens, ik heb 12 crownwinds. En Myron ook. Lekker Myron. We gaan lekker rondjes rijden. Stel mensen zien dit. Zouden ze dan nog wel dood willen schieten? Maar dan weet je deze nog. Laat. Nee, dan ga je sowieso dood. Ja, dat als je hier boven loopt. Kijk, die cirkel zit echt net goed voor hem. Ik heb geen sniper, dat vind ik wel jammer. Dus het... Nee. Ik vind deze versie echt mooi van dit seizoen. Hier, kijk, het zit echt precies goed. Dan hoop ik om de video, omdat het event niet zo goed is, hoop ik dat we dan nog wel kunnen winnen. Voor de video. Zeg maar. Dat is de laatste, jongen. Cool. Hit. Nee, zeg. Maar die turret, jongen. Die turret. Leuker. Hij zit hier. Kom snel terug. Nee, dit overleef ik niet. Dit overleef ik niet, jongen. Maar ik moet echt healen. 2 tegen. Volgens mij is het solo's. Oh, daar. Nou, ik zit nergens. Shit, ze hebben een bot. Ik heb 8 seconden. Shit.
En die cirkel komt nu alweer. Oh, hier. Hij zegt low. Wat? Ik hitte alles. Maar hij woont niet dood. Ja, dan was het 1 versus 1. Dit was de video voor vandaag. Helaas geen live event later.